Henk, hoe heeft je team gereageerd na die nederlaag in Eindhoven? Zoals elk team zou doen na een nederlaag. En zeker als het ook nog een dikke nederlaag is. Dus ik denk dat het heel logisch is dat je irritaties over en weer had. En het zou ongezond zijn als we dat niet hadden. Dus dat was duidelijk. Ja. Jens Toornstra en Bas Dost die werden in de rust gewisseld vanwege fysieke klachten. Begreep ik. Hoe gaat het met ze nu? Nou ja, zoals je ziet staan ze nog steeds niet op het veld. Althans niet met de groep. Dus, dus dat moeten we bekijken. Hoe is het met de rest van je team? Ondanks dat verhaal wat we nu net hebben aangegeven, is het herstellen daarvan. Het blijft een tik. Maar we weten ook wat ons te doen staat de komende dagen en weken. Dus dat is ook duidelijk. Ja. Dan staat ineens de Toto KNVB-beker voor de deur. Jij hebt er nog een keer gewonnen. Wat betekent het toernooi voor jou? Nou ja, elke prijs vind ik is er één. En dat geldt dus ook zeker voor de KNVB-beker. En in het verleden heeft Utrecht natuurlijk uitstekend ook gedaan. Dus dat is ook wel iets waar je van kan herstellen. Hè. Dus het is iets wat we wel heel erg serieus nemen om elke kans die we ons, waar we ons kunnen herstellen moeten we aanpakken. Ja. Je gaat spelen dan tegen Sportlus 46. Hoe ziet dan jouw voorbereiding eruit ten opzichte van een Eredivisie wedstrijd? In principe dezelfde benadering, want het blijft een wedstrijd. En wedstrijden heb je altijd een kans. Hè? Dus we moeten ook ons terdege voorbereiden op waar onze kansen liggen. Maar ook zeker waar ze ons toch zouden kunnen pijn doen. Dat geldt voor elk niveau waar je tegen speelt. Ja, want misschien al de kijkers die zullen misschien niet de Sportlust een keer hebben gezien. Hoe zou je het team omschrijven? Het is een team die behoorlijk wat jonge spelers, maar ook dynamisch. Ze hebben behoorlijk wat snelheid. Spelen in een 5-3-2 organisatie en voeren dat heel behoorlijk uit, moet ik eerlijk zeggen. Het straalt in ieder geval wel energie uit. Dus het zal wat dat betreft voor ons absoluut dat we daar... dat is ook waarom we hem heel serieus hebben genomen, wat beelden betreft en noem maar op. Dus nogmaals, je kan nooit geen enkele ploeg onderschatten en dat geldt zeker voor ons niet. Ik wil vragen, misschien biedt dan ruimte om andere spelers te laten spelen, maar als ik jou zo hoor, geen onderschatting en gewoon met de sterkste elf beginnen. Het loopt elkaar niet zo gek veel. Hè. Op bepaalde plekken, wat ik al zeg, je hebt ook nu hè, met Jens en met Bas, heb je mensen die wat last hebben. Er zijn er nog meer. Dus wellicht daardoor kies je ook voor wat zekerheid naar de competitie toe. Want de beker is super belangrijk voor ons in de situatie waar we nu zeker in zitten. Maar de competitie is nog veel belangrijker. En dan met alle respect voor Sportlust natuurlijk, maar misschien biedt deze wedstrijd ook een kans om het chagrijn van de laatste tijd weg te spelen even. Ja, ik ben bang dat we het niet anders kunnen zien. Dat we daarin 100% moeten beseffen dat dat zo is. En dat je ook 150% moet geven, want het kan ook andersom. Dat zij een gelegenheid zien en dat moeten wij zien te voorkomen.